Ik weet dat mijn YouTube-films veel gebruikt worden op kapperscholen, maar ook door salons die je leerling willen gaan laten leren knippen of stylen of kleuren. Nou, wat ga ik voor jullie doen? Ik ga een hele reeks maken met basistechnieken. Hoe dat je echt als leerling het knippen gaat leren beheersen en ook het kleuren. Dus er komt een hele reeks van deze films komt op mijn YouTube-kanaal te staan. Nou, hierbij heb ik de eerste. Wat heb ik gedaan? Ik heb een één lengte lijn geknipt, een horizontale lijn. De benamingen zijn verschillend. Maar wat belangrijk is, is dat elke haar uiteindelijk eindigt op je horizontale één lengte lijn. En dat je dan dus deze kniptechniek gaat beheersen. We kunnen het ook wel een boblijn noemen. Maar we kunnen die natuurlijk in verschillende lengtes kunnen we die creëren. Nou, in mijn volgende video laat ik dus precies stap voor stap zien hoe dat je deze één lengte lijn het mooiste kan knippen. Veel kijkplezier! Hier allemaal voorbeelden van een één lengte lijn horizontale lijn geknipt. De grafische tekening laat zien wanneer je het haar omhoog projecteert dat de bovenste lengte het langste is, maar wanneer je alles naar beneden kamt en afknipt dat alle haren dezelfde lengte hebben. Dit heb je nodig. 4 klemmen, een kam, een kappenschaar en een waterspuit. Voordat ik ga beginnen heb ik het haar gewassen en goed geconditioneerd. Dat is voor jou ook belangrijk voor als je gaat knippen op je model of op je dolhead. Dan gaan we afdelen. Eerst naar het hoogste punt van het hoofd. Rechte lijn naar beneden en die zal dan eindigen net achter het oor. Deze zet je vast met je kappersklem en dan aan de andere kant doe je exact hetzelfde. Dus je gaat weer naar het hoogste punt van het hoofd, rechte lijn naar beneden. Ook dit vlak zet je alvast. Ik heb bovenop al een middenscheiding gemaakt, dus aan de voorkant heb ik nu 2 vlakken afgedeeld. Dan ga je naar de achterkant. Ook daar een middenscheiding maken, wegkammen zodat je mooie schone afdelingen hebt, naar beneden kammen en dan ook je derde vlak weer vastzetten met een klem. Het is namelijk heel belangrijk wanneer je gaat knippen dat je goed overzicht houdt in je werk. Het vierde vak zet ik hier ook vast. Nou, zo kan je zien, 4 vlakse afdeling. En vanuit hier heb ik een mooie basis om te beginnen met knippen. We beginnen aan de achterkant met knippen. Het ene vlak maak je los en dan maak je een rechte horizontale scheiding en die kam je naar beneden. De rest van het haar draai je omhoog en zet je weer vast, zodat je weer een mooi schoon werkgebied hebt dat alles voor je duidelijk blijft. Aan de andere kant exact hetzelfde, want de 2 achterste vlakken daar gaan we in gelijk op. Je maakt het haar weer een beetje vochtig wanneer het droog is. Een horizontale scheiding maken. Het is ongeveer een scheiding van 1 centimeter of 2-3 ongeveer. De rest van het haar weer naar boven projecteren en vastzetten. Ik ga op ooghoogte knippen, want dan kan je het beste een rechte lijn knippen. Ik wil ook geen spanning op het haar zetten, want dan heb je kruinen. Het hoofd is recht en daar waar je aan het knippen bent, daar sta je ook. Dus je ziet mij ook constant met mijn lichaam verplaatsen. Dus daar waar je aan het knippen bent, daar sta je ook. Kamcontrole techniek, dus geen spanning met je vingers erop zetten. En dan op ooghoogte knippen, want dan weet je zeker dat je recht gaat. Op deze manier ga je door. Dus je maakt weer een nieuwe scheiding, ongeveer 2-3 centimeter. De rest van het haar knip je omhoog. En dan knip je de lijn de recht bovenop. Op je eerste lijn. Zorg goed dat je op ooghoogte knipt. Naar beneden door je knieën. Doe je dit in de salon, kan je ook op een krukje gaan zitten. Doordat ik aan beide kanten gelijk op ga, kan ik dus voorkomen dat ik scheef ga. Want als ik dus ergens links of rechts een beetje langer of korter ben, kan ik nog makkelijk de correctie maken. Zodra ik aan de zijkant het haar heb bereikt, dan ga ik daardoor met mijn scheidingen. Dit doe ik heel bewust, dat ik dan constant op 1 hoogte, op 1 lijn aan het knippen ben. Want dan kan je telkens jezelf corrigeren en nakijken. Niet helemaal op het eind, want dan kost je dat veel te veel tijd. Dus zodra ik op het achterhoofd ben aangekomen dat het haar verbinding maakt met de voorkant, dan trek ik mijn scheidingen door. Maar je zal zien, de scheiding is 1 rechte lijn naar de voorkant. Aan de achterkant weer hetzelfde. Bovenop je andere passés ga je knippen. Blijf op ooghoogte werken. Zet geen spanning op het haar. Kijk, en ik werk nu met een dolhead. Aan de zijkant kan je wel het haar tussen je vingers projecteren.
Maar dan moet je even het haar boven het oor een stukje terugduwen. Dat je wat extra lengte daar maakt. Want het oor duwt het haar weg. Ook aan de andere kant. Dus het haar naar beneden kammen. Wanneer je dan de voorkant bereikt hebt, kan je dus met je vingers gaan werken. Hele lichte spanning niet aan het haar trekken. En net boven het oor het haar wegduwen. Dat je iets wat lengte creëert. Want zodra het dan droog is, weet je zeker dat het gelijk is. Nou, tussentijds kan je dan jezelf nog controleren of je goed gaat. Kijk, dat doe ik hier ook. En mocht het dan fout zijn, kan je nog een correctie doorvoeren. En zo ga je dan door, ook weer met je volgende passé. Let erop dat je scheidingen aan beide kanten gelijk zijn. Dat je constant gelijk opgaat met je werk naar boven toe. Dit is puur voor jezelf, wat ik net ook al aangaf, om jezelf te corrigeren en dat je zeker weet dat je recht gaat. Dus ik maak nu verbinding met de 4 vlakken die ik heb afgedeeld. Constant een rechte scheiding naar beneden kammen, de rest van het haar wegklippen, zodat je een mooi schoon werkgebied hebt. De gehele kniptechniek blijft de stand van het hoofd rechtop. Ik wil natuurlijk het haar in de natuurlijke valling knippen. Kijk, de kruinpartij heb ik nu al gedaan. Dus ik kom nu echt op het achterhoofd met het haar. En dan kan ik dus mijn vingers gaan gebruiken. Want dan kan ik dus wel een lichte spanning op het haar zetten. Wanneer het straks helemaal klaar is, de coupe met knippen, dan zal ik in een droge toestand alles nakijken. Kijk, nu gebruik ik mijn vingers. Dan geef ik nog niet veel spanning op mijn passé. Niet te hard trekken, maar ook constant weer. Kijk, ik draai mijn dolhead constant, maar als je dus een klant aan het knippen bent of een model, dan ga je dus op je krukje constant om je klant heen. En dat je met je ogen op de juiste hoogte zit, zodat je zeker weet dat je recht knipt. Want dat is in een boblijn ontzettend belangrijk. Je wil daar geen fouten in maken. En zodra dat je ogen veel hoger zijn dan je kniplijn, is de kans dat je fouten maakt veel groter. Dus buigen naar beneden. Ik ga nu door mijn knieën, maar ga anders zelf op een krukje zitten. Telkens wanneer ik dan weer helemaal rond ben gegaan met het knippen, controleer ik mezelf. Kijk, hier ook. Gebruik ook de spiegel wanneer je aan het knippen bent. Dat je goed kijkt of je aan beide kanten gelijk opgaat. Dan gaan we naar de laatste passé. Nou, die knippen we vanuit de natuurlijke valling. De dolhead heeft geen natuurlijke valling. Dus ik laat het in de middenscheiding en zorg er weer voor dat het haar goed nat is. Het droogt natuurlijk tijdens dat je aan het knippen bent. Dus maak de uiteinden goed vochtig, dat alles mooi gelijk nat is en dat het een mooie kniplijn verzorgt. Ook nu kan ik de passés weer tussen mijn vingers nemen. Ik heb de kam niet meer nodig omdat ik met het bovenste haar bezig ben en dat heeft geen effect meer op de onderste lijn daar waar de kruinen zitten. Controleer jezelf constant en ga telkens boven op de lijn knippen die je net geknipt hebt. Dus niet langer laten, niet korter, echt de bovenop. Wanneer je deze lijn gaat oefenen, dan kan je dus wanneer je op een dolhead werkt, deze coupe meerdere keren knippen. Ik zou dan langer beginnen en dan elke keer een stukje korter en weer een stukje korter. Zodat je zoveel mogelijk dit model oefent op je dolhead. Kan natuurlijk ook op een model dat je hem eerst gaat knippen en daarna misschien weer een paar centimeter korter. Want oefening baart kunst. Hoe vaker dat je doet, zal je merken hoe makkelijker dat het gaat. Wanneer dan heel de coupe erin zit, dan ga je jezelf nog controleren. Je wil namelijk niet, wanneer de klant het een beetje naar links of naar rechts draagt, dat er nog haren oversteken. Dus ik projecteer al het haar naar één kant en controleer bij de buitenste lijn, bij de onderste lijn, of er nog haren uitsteken. Ik doe het van links naar rechts, maar ik doe het ook naar achteren. Ik kam het haar naar achteren en controleer mezelf of er nog wat haartjes tussen uitsteken. Als je dit dan allemaal goed hebt gedaan, heb je dus je horizontale lijn, één lengtelijn, heb je geknipt. Dan ga ik het drogen. Ik gebruik keramousse, dat is een versteviging van kis om het haar eventjes mooi in model te brengen. Goed verdelen en dan gaan we het haar met de schubbelaar naar beneden drogen, want op die manier krijg je heel veel glans op het haar. We moeten het haar nog nakijken in de droge toestand. Dus het haar drogen is erg belangrijk, want dan kan je precies zien wat de natuurlijke valling van het haar is.
Ik blaas de wind van boven naar beneden. Ik blaas dus de schubbelaag naar beneden. Daar kan ik dus mooi glans mee op het haar krijgen. Ik gebruik een spijkerborstel, want ik wil een beetje een natuurlijke valling in het haar krijgen. Je kan er ook voor kiezen om met een ronde borstel te feunen, maar ik wil gewoon een natuurlijke valling hebben. Ik ga ook nog even mijn stijltangetje er doorheen. Dus het is belangrijk dat het haar goed droog is. En dan als het laatste gaan we dus nog het haar nakijken. Vooral bij de kruinen in de nekpartij of er geen haar onderuit komt. Kijk, nu werk ik natuurlijk op een dolhead en die heeft geen kruinen. Maar wanneer je dit gaat oefenen bij je model, dan zal je echt op het allerlaatst je klant nog naar beneden moeten laten kijken. Om te kijken of er nog haartjes onderuit komen. Dit is dus het laatste wat je gaat doen bij je knipmodel. Dus je laat je model naar beneden kijken, je kam het haar naar beneden. Je controleert of er geen haren onderuit komen. En dan is je koek klaar. Wil je me blijven volgen? Abonneer je gratis op mijn kanaal en geniet van mijn leerzame filmpjes.